Oh, dit is zo'n verademing. Ik denk dat het de schotels ligt. Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste dag van de schooling. En ik ben net helemaal doorweekt. En nu sta ik weer in de regen. En mag ik weer naar huis fietsen. En dan ben ik weer daar ik in de week. Even die fiets in slot. Dan doe ik mijn camera snel weer helemaal in mijn tas. Ik film vanuit mijn tas nu. Ik ga me er weer aan wagen. Oh mensen, wat heb ik een hekel aan regen. Ik stop met filmen, ik stop mijn camera helemaal weer goed in mijn tas. Ik ga fietsen en het gaat me toch los. Echt top, echt dat je niks meer ziet omdat het water gewoon in je ogen stroomt. En dan zo naar huis fietsen en dan van die automobilisten die nog vinden dat zij alle recht op de weg hebben. Terwijl jij braaf op je fietsje zit en probeert met enig zicht nog thuis te komen. Ja, top ochtend, echt waar. Ik heb thee gezet, want ik had best wel koud van het nat geregend worden. En daarna gaan we weer wat doen. Was je eruit? En nieuwe was erin. Zwemtas vast klaarzetten. Bedden weer netjes opgemaakt. En even stofzuigen. Alles weer een beetje aan kant. In ieder geval het grootste gedeelte. En als dank daarvoor mag ik hier de regen in. Hij is nog niet eens helemaal droog, Niels. Maar goed. Weer op de fiets. Straks heb ik de auto, maar Marco heeft hem nu bij zich. Dus zo naar zijn les. Gelukkig weer met de auto, anders zou ik de kwaliteit helaas niet gaan redden. Oh, dit is zo'n verademing. Ik denk dat het de schotels ligt. Maar we hebben geen homeschool meer, dus geen werk voor volgende week. Echt heel, heel fijn. Ik ben er blij mee. Oh. Ik weet niet eens of jullie me horen. Ik heb een paraplu die hangt over de camera, maar ook de regen scheef. Vorig jaar was het zomers weer. Lekker jurkje, rokje, korte broek. En nu verregen je en verwaaien. Maar goed, ik ga naar de winkels even mijn tijd volmaken. Voordat ik ze er weer op mag halen. Echt al gedoe. Ik wil gewoon warm droog binnen kunnen wachten. Ik ben terug van de winkels en ik moet nog heel even wachten. En ik heb een paar dingen gekocht. Deze voor Sarah, maar deze vind ik zo cool. Het is een bruisbal, maar dan van Hatchimal. En dat vindt ze helemaal geweldig. Maar ik vraag me alleen af, zit er nou ook iets in? Maar dat kon ik niet vinden op de verpakking. Dus of hij bruist alleen of er zit ook nog een verrassing in. Maar dat gaan we zelf wel zien. Deze gehaald vinden in onze slaapkamer. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Is een grote kaars. En nou denk ik niet dat ik hem ga branden. Weet ik eigenlijk nog niet. Oh, dekseltje wat eraf. Hij is voor twee. Hij ruikt wel heel lekker. En dan heb ik, ja echt heel cliché. Maar dat had ik niet. En daar grijp ik vaak op mis. Een pannenlikker en een kwast voor mijn bakken. Want nu spray ik, maar dan kan ik het ook uitwrijven. Ik vond dit kleurtje ook echt heel erg leuk. En dat was wat ik geshopt heb. Het gaat trouwens echt mega goed met mijn stappen vandaag. Want ik wil echt de 10.000 stappen halen. Ik denk dat ik ze eigenlijk al gehaald zou moeten hebben. Maar ik heb hem niet elke in mijn zak. Maar ik sta nu al over de 8800 stappen. Dus ja, we zijn er bijna. Ik ga bij een nieuwe serie kijken. En echt zo raar, als ik dit film, zie ik dus hier
een hele witte vlek. En in het echt zie ik wel een klein beetje wit, maar hier geeft het bijna licht. En dat is in het echt gewoon niet. Heel vaag. Ik zit heel de tijd te editen, hè? En ik kijk op mijn klok. Is het nou net 9:50? En ik moet nog echt 670 stappen. Dus nu heb ik besloten dat ik tussendoor door de kamer ga lopen. Want ik wil gewoon niet 10.000 stappen hebben. Zeker als ik er zo dichtbij zit. Vind ik dat zo vervelend. Maar ja, hou je zoveel stappen in zo'n korte tijd. Ik ga het proberen, echt. Oké. 70 stappen en nog 2 minuten. Moet het gewoon halen. Dit is anders echt zo'n irritatiepunt. Ben ik nou op de helft? Oké, maar... Ah! Kom op. Oh. Nog één minuut. Ga ik dit redden? Ik ben gewoon buiten adem. Ik ging echt zo snel lopen. Ik voel me echt stom, maar... Moest dit gewoon echt doen. En kijk, nog in een paar laatste seconden. 10.007 stappen. En nu ga ik zeer tevreden mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En klik even op abonneren hieronder. En hoop ik morgen weer te zien. Doei doei.